Stel dat Twente in de Cambuurse positie staat nu. Twente bovenaan in de eerste divisie. Dacht je nou werkelijk dat ze die nog een jaar lieten zitten? Die was echt gepromoveerd. Jullie dachten van, dit is een spannende dag. We gaan met z'n allen samen zitten. En, ja. Ja, tuurlijk. Je moet met z'n allen doen. Hè? Ik bedoel, je kan ook een beetje samen zijn weer, gelukkig. Ja, lekker biertje erbij pakken, hoop ik. Ik hoop niet uithuilen, dat zal het wezen. Nee, dat verdienen we niet gewoon. Ik ga ervan uit dat de rechter aangeeft dat het zo amateuristisch is gebeurd. En uit alles blijkt wat hij volgens mij gaat onderzoeken. Dat er maar één mogelijkheid is en dat is gewoon promotie. Dus je zit hier vol vertrouwen. U gaat zo meteen te horen krijgen dat jullie vol seizoen Eredivisie spelen. Ja, KVB, jullie hebben hier gedwaald. Dit kan maar één ding betekenen, promotie. Het is een hard gelach voor de twee clubs van de Eerste Divisie die met een behoorlijke voorsprong de laatste fase van de competitie in zouden gaan. Maar de KNVB beslist en de rechtbank kan alleen corrigeren als duidelijk is dat het echt niet goed is gegaan. En dat is hier niet het geval. Shit! Ik krijg direct na afloop een vonnis in hardcopy. Meneer? Ja, ik kan alleen maar zeggen shit. Het is triest. En dan kan je wel een leuk verhaal houden van, ja, het had ook andersom gekund. Maar wat hebben wij daaraan? Het had op sportieve gronden gemoeten en niet op een vorm van juridisch steekspel. Ja, balanstekker, ongelooflijk zeg. Wat onterecht, ongelooflijk. Ja. Ja, maar je bent er bijna en heb je deze ellende. We mag nog een jaar in de keukendivisie. Als hier, stel dat Twente in de Cambuurse positie staat nu. Twente bovenaan in de eerste divisie. Dacht je nou werkelijk dat ze die nog een jaar lieten zitten? Die was echt gepromoveerd. Zo simpel ligt het. Komt dan omdat dit het kleine Cambuur is en dat? Ja, het is echt uithuilen en volgend seizoen weer opnieuw beginnen. En zorgen dat de club er dan weer zal zijn. En één ding is zeker, die 10.000 Cambuur supporters, die zijn er wel. Nog een boodschap aan Waalwijk. Lucky bastards. Lucky bastards. Echt. Wordt volgend seizoen weer een kolkend bandenmakerstadion in de Eredivisie. Ja, ik denk het ook. Ja. Nee, die zullen gewoon volgend jaar weer naar beneden gaan. En dan verdienen ze dat.